President Santokki heeft gisteren met de vakorganisatie SCOL NC47 overleg gehad over de nieuwe BTW-wet. Het staatshoofd gaf aan dat de regering vastbesloten is om samen met de vakbonden de pijnpunten van de BTW-wet te analyseren en deze met de Nationale Assemblee te bespreken. Concrete voorstellen zullen gezamenlijk worden geëvalueerd en er zal een grondige beoordeling plaatsvinden van de uitvoerbaarheid ervan. De regering blijft zich inzetten voor een constructieve samenwerking en zij zal verdere stappen ondernemen om te komen tot een evenwichtige en doeltreffende uitvoering van de BTW-wet. Het ministerie van Openbare Werken is onlangs gestart met het bezanden van binnenwegen in 12 resorten van Paramaribo. Nu wordt de busroute langs de Surimombo-weg aangepakt. De werkzaamheden aan deze weg omvatten het leveren, verwerken en verdichten met mixmateriaal. Er is een start gemaakt in het resort La Tour, daarna volgt Livorno, waarna de overige resorten aan de beurt komen. In het belang van duurzame energievoorziening is een missie georganiseerd naar het resort Tapanahoni in het district Sipaliwini. Tadritabatje is door deskundigen van onder andere Surmac de basistraining, operatie en onderhoud van ketgeneratoren verzorgd aan technisch personeel van de dienst elektrificatievoorziening. Ruim 30 medewerkers van DEF hebben geparticipeerd aan de training, operatie en onderhoud van ketgeneratoren. De missie vond plaats van 14 tot en met 17 september.